Zo, welkom terug iedereen. Een van de misschien wat lastigere opdrachten in opdracht 4 van de ALA is de opdracht met betrekking tot de home folders. En in deze video wil ik jullie graag een klein beetje op weg helpen met die opdracht. Ik wil jullie laten zien hoe ik dat zou instellen. Daarmee kunnen jullie hopelijk wat makkelijker op weg. In de vorige video heb ik jullie laten zien hoe je shares aanmaakt op een server. En ik heb je laten zien hoe je die bestanden dan vervolgens kan beveiligen met NTFS-rechten. Dat is de situatie die ik nu voor me heb. Ik heb hier mijn 2019 server met die twee verschillende gebruikers. Administrateur en directeur. En de mappenstructuur, administratie en directie die hadden we in de vorige video aangemaakt. In deze video heb ik net een extra directory aangemaakt en die heet Homes. En dat is de plek waar ik zometeen al mijn home directories wil gaan plaatsen. Als ik mijn home directories nu wil gaan plaatsen, dan heb ik een instelling nodig. En dat doe ik in Active Directory Users en Computers op de gebruiker zelf. Als voorbeeld neem ik administrateur. En ik klik rechts op administrateur. En ik ga vervolgens naar properties toe. En vervolgens ga ik naar het tabblad profile. En in profile vind ik een optie home folder. Hij staat nu op local path, maar ik wil gaan connecten met een drive mapping. En die drive mapping die noem ik H. En ik noem H vanwege home folder. Je mag ook een andere uiteraard nemen, maar voor de gebruikers vind ik het makkelijk dat het naar H verwijst. Hier in dit venstertje, daar zou vervolgens de URL moeten komen. Die verwijst naar de plek, naar de server toe, in de vorm van een URL. Dus ik ga kijken of ik die URL kan vinden. Ik tik de naam in van de server. Vervolgens ga ik naar Shared Folder en naar Homes. En nou kan ik heel makkelijk hier bovenin met copy-paste dat plakken naar dat venstertje toe hier. Nou, wat nog belangrijk is dat je vervolgens hierachter een backslash tikt en de naam van de gebruiker. Dus in dit geval administrateur. Ik klik op OK en alles zou moeten zijn doorgevoerd. En als het goed is, heeft Active Directory Users en Computers nu in deze map al direct een eigen map voor de administrateur aangemaakt. Gaan we even kijken of dat gelukt is. En ja hoor, die staat er. Nou, wat ik vervolgens zou kunnen doen, is ik zou in Windows 10 moeten kunnen inloggen met administrateur. Laten we even kijken of dat lukt. En als dat lukt, dan moet het zo zijn dat ik een extra mapping heb aangemaakt gekregen, de H, en die verwijst naar die plek op de server. Eens kijken of dat is gelukt. We gaan naar deze PC. En ja hoor, de H is aangemaakt en die verwijst inderdaad naar backslash server 01, shared folder en homes. En daar mag ik dus eigen bestandjes gaan plaatsen. Zonder dat anderen daar eigenlijk toegang toe hebben. Dit is de manier waarop je dus homefolders maakt. En daar hebben we even naar gekeken. Vergeet dus niet bij de gebruiker, de desbetreffende gebruiker, via properties en vervolgens profiles. De URL in te geven. En vervolgens te koppelen aan een drive letter. Ja? Die kan je dus volgen, vervolgens vinden door naar server te gaan. In ons geval shared folder, homes. En automatisch wordt deze map gegenereerd. En dat was het verhaal. Ik hoop dat jullie iets aan hadden. Veel succes met het maken van de opdracht. En tot de volgende video.